geboden. Dus mocht u van plan zijn om op vakantie te gaan. En u heeft nog een aantal mooie koffers nodig. Bied hier dan op. Want het geld komt allemaal te goed aan deze actie en deze jongens. Verras ons, gaan we al over de 20.000 heen? 19.203 euro. Wauw! 19.203 euro. Dat is bijna de 20.000 euro, jongens. En dat is iets wat de jongens heel graag willen. Over die 20.000 euro heen. En dan komt hij, onze eigen Roy Schulte, een half uurtje zingen totdat ze klaar zijn hier. Hoppa! S'avonds laat je mij alleen. Ik heb dan niemand om me heen. Rook mijn laatste sigaret. Dan ga ik alleen naar bed. Mijn gedachten doen zo'n pijn. Waar zou jij vanavond zijn? In het glazenhuis. Die? Of niet? Rustig door, vies, hè? En jullie zingen net zo hard mee, hè, daarbinnen. Daar gaat ie. Jij denkt maar dat je alles mag van mij. Ik zit hier in een kooi en jij bent vrij. Wat ben ik toch stom dat ik maar wacht. Ja, wachten doe ik steeds de hele nacht. Jij denkt maar dat je alles mag van mij. Maar dat is naar vannacht voorgoed voorbij. De leugen ik gewonnen van de traan. Wat ben jij voor een vraag? Ik kijk doelloos naar de hand. Wacht op je voetstap in de gang. De klok begeleidt mijn stil verdriet. Wat ik wil begrijp jij niet. En we gaan staan! Jij denkt maar dat je alles mag van mij. Ik zit hier in een kooi en jij bent vrij. Wat ben ik toch stom dat ik maar wacht. Ja, wachten doe ik steeds de hele nacht. Jij denkt maar dat je alles mag van mij. Maar dat is na vannacht voorgoed voorbij. De leugen heeft gewonnen van de draad. Wat ben ik voor een vrouw? Ah, jongens, gaan we weer zitten, joh. Wow. Ah, bijna weer 3 minuten minder, hè? En nog één keer. Jij denkt maar dat je alles mag van mij. Voorgoed voorbij.
mijn choreograaf. Ja, jongens, het wordt steeds spannender, hè? Hadden jullie nog wel een kwartiertje vol? Een kwartiertje nog, hè? Kom wel, hè? We hebben nog even een kleine huishoudelijke mededeling. Sorry, ja, ik zit niet boven, maar er is een nieuw bad gekomen op de kop. Er is 180 euro. Er kan nog veel meer, er zijn veel meer aan, maar 180 euro is een hele bot. For me, go here, get sha-na-na-na-na-na-na-na, sha-na-na-na-na-na-na-na, sha-na-na-na-na-na-na-na. And Marie, who waits for me. En het moment dat hij over de finish ging, dan komt de emotie pas los. Dus die mannen hebben nog even te gaan, en dan komt de emotie pas los. Alvast een daverende applaus. Toen zijn jullie gestart. En ik vind het van Sjoerd, Simon en René een geweldige prestatie. En het bedrag mag er zijn. En volgens mij wordt het straks overhandigd. En zijn er nog een aantal andere mensen die hier intermediair zijn aan de stichting Albu6. En ja, volgens mij gaan jullie met veel meer emotie dan misschien ingepland was volgend jaar meedoen. Want de bijdrage is in hoge mate gehaald. En dat is een beetje vergelijkbaar, dames en heren, als bijvoorbeeld Stoppelhaan hier is. Voor de niet-Raaltenaren onder ons, en dat vertel ik ook even tegen nu van de Stichting Albu6. Als hier het Sallands Oogst- en Dankfeest is, dan is er ook een geweldige inzamelingsactie. En dan zijn de bedragen van 30.000, 35.000 euro zijn een gemiddelde voor Raalt, als ik dat zo mag zeggen. Dus ja, dit bedrag doet de stoutste dromen zeg maar overschaduwen. Maar stiekem had ik het wel een klein beetje gehoopt. En ik hoop dat u er een goede bestemming voor heeft. Goed, we gaan even verder met het officiële gedeelte. Het einde nadert. Ik wou de microfoon graag geven aan René Hegeman. René, kom maar even naar voren. Ik mountainbike elke week en de Alpe d'Huez wil ik ook graag een keer gaan beklimmen. En ik had al snel een mail naar een van de jongens gestuurd van, nou jongens, daar wil ik mee gaan denken, daar wil ik mee gaan doen in de vorm van eten en drinken en al daaromheen. En ja, zoals de burgemeester het ook al zei, het was een jongensdroom, een oude caravan in het dorp zetten, een hut erachter en we gaan fietsen. En nou, wat ik donderdagavond ook al zei van, trots op Raalt, dat een jongensdroom van een oude caravan, en kijken wat er staat en hoeveel mensen daaraan mee hebben gedaan, belangeloos. Ja, trots op Raalt, zeker trots op hun natuurlijk, maar wat de burgemeester zei, wie weet. Nou, ik ben al een beetje aan het weten gegaan met een aantal Raaltenaren. Ik wil niet zeggen dat het de volgend jaar hetzelfde, maar dit is niet een eenmalig iets, tenminste als het aan mij ligt, gisteren met René even over gehad. Dit moeten we wel als voorzetting doen, dit jaar als KWF, misschien volgend jaar een ander doel, maar een feestje rondom de kerstdagen, midden in het centrum van Raalt, ja, dat mogen we natuurlijk niet laten gaan. Super, en bedankt voor de woorden. Dank u wel allemaal. Ja, applaus. Goed, er is vanmiddag een vlot in geweest, de Samsonite koffers, te waarde. Die zijn geveild voor 180 euro en die komen de troede aan. Ginan ten Hoven, of ten Haven. Ja, het handschrift is niet al te duidelijk. Goed, en dan mijn buurman, Hans de Groot. Die heeft de motorbike gewonnen. Uiteindelijk een bord, 560 euro. Er is flink op geboden. Ook niet niks. Ik neem aan dat er allemaal meegenomen is in de telling. Dankjewel. Ik ben blij dat ik hier mag staan. Ja? Ik heb van die actie gehoord. Ik was net als René ook direct eigenlijk gepakt door die actie. En ik heb dan het geluk dat ik hier mag staan. Want ik heb vroeger kanker gehad. En gelukkig ben ik daar van genezen. En dan mag je blij zijn dat je hier dit kunt doen. Dan mag je blij zijn met zo'n initiatief. En ik vind het geweldig. Want dat ze mij hebben kunnen helpen, daar ben ik heel blij om. En dat geldt niet voor iedereen. Als je dan zoals afgelopen vrijdag het bericht kreeg dat je zware keelkanker heeft, onbehandelbaar, dan staat je wereld toch wel even stil. Over een aantal jaren de mogelijkheid om te zeggen van onbehandelbaar, nee, het is behandelbaar. Daarom, Sjoerd, René, Simon, hartelijk dank, ja, namens al de mensen, ook de gezonde mensen. Zingen, hoepa, 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 tetele, tetele.
We zingen hoepa-pa-pa-tet-tet-tet. We zingen la-la-la-la-la-la-la-la. We zingen hoepa-pa-pa-tet-tet-tet.